Jelleke, lekker op het strand, stralend zonnetje erbij, wat een tijd. Glaasje water erbij. Trouwens, straling en tijd, op zich wel een mooi onderwerp om te hebben, hè? Laat maar gauw ermee beginnen. Natuurlijk niet over een glas water, maar over een radioactieve kern. In dit geval 14 koolstof. Voelt zich niet lekker, hè? En dat kun je ook zien in binas, want koolstof 14 die zal dus een beta-deeltje uitspugen, oftewel vervalvergelijking zal dit zijn. En wat er ontstaat is stikstof 14,7N. Oftewel, ik heb twee deeltjes: koolstof en stikstof. Koolstof duidelijk niet stabiel, ja, oftewel, die zal een keer vervallen. En stikstof duidelijk wel stabiel. Ja, en ja, die blijft gewoon voor eeuwig bestaan. Hoewel, wat is eeuwig? Maar dat is weer een ander vak. De vraag is nou van, ja, maar het koolstof vervalt wel, maar hoe lang moet ik wachten voordat zo'n koolstofatoom of koolstofkern vervalt? Wel nu. Ik laat even een animatie zien om het een en ander uit te leggen over die koolstof. Belangrijk is deze grens. Ja, half-life staat er, halveringstijd. Nou, 5730 jaar is halveringstijd van koolstof. Betekent dat al deze koolstofkernen, ja, na 5730 jaar gehalveerd zijn. En dat betekent dus dat dat gele vlakje, dat gele rondje, ja, dat stelt voor alle koolstof. En die zal dus voor de helft na 5730 jaar verdwenen zijn. We gaan van start. We hoeven niet 5730 jaar te wachten. Het gaat iets versneld worden afgespeeld. Maar als je dus op de halveringstijd is, dan moet eigenlijk de helft vervallen zijn. En stop. Nou ja, de helft, iets meer dan de helft, hè. Kijk, ja, het is net iets meer, maar dat is het punt. Het is een proces die niet exact is. Het is ongeveer de helft. En als je dus nu weer een halveringstijd wacht, dan moet weer de helft van wat overgebleven is verdwijnen. En dan moet ik dus een kwart overhouden. En je ziet, dat komt aardig uit. Ja, op die manier, ja, als je dus nu hier een halveringstijd verder gaat, dan moet er weer de helft verdwenen zijn. En dan moet ik dus een achtste overhouden. En zo gaat het door totdat je dus dusdanig weinig overhoudt dat je kunt zeggen van, nou, nu is het eigenlijk verdwenen. Oftewel, halveringstijd, dat is de tijd waarin de helft van het aantal kernen vervallen is. Ja, ik heb hier dus alle kernen en na één halveringstijd ben ik de helft kwijt. En van die helft ben ik na nog een halveringstijd weer de helft kwijt. En weer een halveringstijd, weer een helft. En we wachten nog eventjes en dan ben ik weer de helft kwijt. Oftewel, iedere keer moet je het keer een half doen en dan krijg je in feite dit soort formules om te berekenen hoeveel ik overhoud. Nou, hoeveel is er aanwezig? Nou, dat is de hoeveelheid die je in het begin hebt keer een aantal keren een half. En hoeveel keren het is, dat is afhankelijk van halveringstijd. Ja, is het 10 keer, dan moet je 10 keer een half doen. Is het slechts 2 keer, dan 2 keer. Je zult trouwens alleen maar opgaven tegenkomen waarbij het aantal halveringstijden een geheel getal is. Daarvoor heb je natuurlijk ook weer te maken met binas. Want in binas heb je een kolom met halveringstijd. En daarin kun je dus zien wat halveringstijd is van de diverse stoffen. Let op dat hier verschillende eenheden zijn. Nou, dus je moet goed opletten welke eenheid erachter staat. Als een kern ontzettend snel halveert, dan betekent dat de activiteit ook ontzettend hoog is. Activiteit is, nou hier staat het, aantal atoomkernen dat per seconde vervalt. Nou, eventjes het symbool voor activiteit is hoofdletter A en de eenheid is becquerel. Becquerel, wat is dat nou weer? Nou kijk, dit is meneer Becquerel. Weer zo'n natuurkundige die er onderzoek in heeft gedaan. Maar als de activiteit 1 becquerel is, dat betekent dat er één kern per seconde vervalt. Dat is trouwens ontzettend
ontzettend weinig hoor, 1 kern per seconde. Maar goed, activiteit kun je berekenen met het aantal kernen wat vervalt gedeeld door de tijd. Nou, het is in feite gewoon dat snelheid is afstand gedeeld door tijd. Activiteit is aantal kernen per seconde. Ja, gedeeld door de tijd. Oftewel, activiteit is deze formule, maar let op, deze formule, daar bereken je de gemiddelde activiteit mee. Ook hier heb je weer een formule bij die ontzettend lijkt op de formule die je al kent. Want als je nu de n verandert in een a, dan heb je weer de formule, maar dan voor activiteit. Ja, dus wil je activiteit berekenen, dan ga je de beginactiviteit erbij halen en doe je iedere keer weer keer een half om de huidige activiteit te berekenen. Neem een voorbeeld met polonium 211. Hoeveel polonium heb ik? Kijk, ik begin met 20 keer 10 tot de macht 34 deeltjes. Dat betekent dus dat ik op deze as het aantal deeltjes moet zetten. En ik begin met 20 en het wordt natuurlijk alleen maar minder. Dus bovenaan zet ik 20. En dan ga ik zo door naar de 0. Ja, let op, hè, keer 10 tot de macht 34. Wat moet ik voor tijdsas doen? Nou, belangrijk is dat ik dan eventjes de halveringstijd van polonium 211 bekijk. En dan zie je dus hier, polonium 211 heeft een halveringstijd van een halve seconde. Oftewel, ik moet hier in ieder geval een aantal keer een halve seconde kunnen doen. Kortom, op deze manier. Ja, dan heb ik een aantal halveringstijden, kan ik daarop kwijt. Invullen, ik begin bij 20. Na 1 halveringstijd kom ik dus na een halve seconde op de helft. Oftewel, ik heb 10 deeltjes over. Na weer een halveringstijd, de helft van 10 is 5. Weer een halveringstijd, kom ik op 2,5. En weer een halveringstijd op 1,25. En zo gaat het steeds meer door natuurlijk. Totdat je bijna op 0 komt. Je kunt er een mooi vloeiende lijn doorheen tekenen. Dan krijg je zo'n soort kromme. En we noemen dit de vervalkromme. Typische vorm trouwens van zo'n verval. Even een vraagje. Wat is de gemiddelde activiteit in de eerste 2 seconden? Nou, gemiddelde activiteit is hoeveel is hij naar beneden gegaan. Ik begin met 20 keer 10 tot de macht 34 deeltjes. Na 2 seconden, hoeveel deeltjes heb ik dan over? Nou, ik begin met 20. Na 1 halveringstijd heb ik 10. Na nog eentje 5. Na nog eentje 2,5. En na 4 keer halveren kom ik op 1,25. Dus na 4 halveringstijden heb ik 1,25. Oftewel, de gemiddelde activiteit is verschil 20 min 1,25. Keer 10 tot de macht 34 gedeeld 2. Als je dat met je rekenmachine invult, kom je op 9,4 keer 10 tot de macht 34 becquerel. En let op, in de opgave zul je altijd maar met gehele halveringstijden te maken hebben. Groot getal, maar dat is vaak zo met activiteit. Volgende vraag is, wat is de activiteit op 1 seconde? Dus niet gemiddelde activiteit, nee, de activiteit. Nou, vergelijk het even met snelheid. Ja, hoe kun je de snelheid op een tijdstip bepalen in een XT-diagram? Dat doe je met een, precies, een raaklijn. En dat doe je dus hier ook. Je tekent een raaklijn op het tijdstip wat gevraagd wordt. Dus hier 1 seconde. Je maakt een mooi driehoekje. En je leest daaruit delta n, in dit geval 12 keer 10 tot de macht 34, en delta t, in dit geval 1,7. Dan krijg je dus de activiteit is delta n gedeeld delta t invullen en je komt op 7,1 keer 10 tot de macht 33 becquerel. Activiteit op 1 seconde. Alsof met een raaklijn, dat is een bepaling natuurlijk. Nu kun je denken van, kun je het ook berekenen? En ja, het kan. Laten we eens even kijken hoe dat in zijn werk gaat. De grafiek, die hebben we niet meer nodig, dus die hebben we even weggedaan. En we kijken eventjes van, wat heb ik tot nu toe allemaal voorhanden? Nou, met die bovenste
kan ik het aantal deeltjes berekenen. Hiermee kan ik de gemiddelde activiteit berekenen, dus niet de activiteit maar de gemiddelde. En hiermee kan ik de activiteit berekenen op willekeurig tijdstip. Dus deze zal ik straks nodig hebben, maar ja, dan heb ik wel de activiteit nodig in het begin. En die heb ik niet. We kijken eerst eventjes naar deze uitdrukking voor de gemiddelde activiteit. Want gemiddelde, als je dan het gemiddelde maar over een heel klein stukje neemt, ja, dus bijvoorbeeld tussen de 1 seconde en 1,00001 seconde, ja, dan kom ik toch redelijk op de activiteit op 1 seconde. En wat je dan doet, dat heet in de wiskunde differentiëren. Ja, je differentieert de hoeveelheid na de tijd. Nou hoef je dat niet te kennen, maar ik wou het wel eventjes aangeven hoe je namelijk de activiteit op een tijdstip kunt berekenen met behulp van het aantal deeltjes. Dan krijg je deze uitdrukking. Deze uitdrukking moet je trouwens wel kennen. Het staat natuurlijk ook in BINAS, maar toch. De activiteit, hoe groot is die? Die is de natuurlijke logaritme van 2, daar gaan we zo meteen over hebben, gedeeld door de halveringstijd, maal het aantal deeltjes. Dan heb je de activiteit. Dus als je het aantal deeltjes weet, dan kun je de activiteit berekenen. Ja, het aantal deeltjes, ja, dat kun je dus weer hiermee berekenen. Nu een extra formule ter beschikking om activiteit te berekenen. Wat ik nu ga doen is, ik gebruik deze formule om de activiteit op tijdstip 0 te berekenen. En dan vul ik dat hierin en dan kan ik dan de activiteit op TS1 berekenen. Je kunt je afvragen, ja, maar waarom doe je niet meteen hier voor TS1? Nou, ik weet niet de hoeveelheid kernen op TS1. Dus dan zou ik dat eerst hiermee moeten berekenen. Het kan wel, maar het punt is, het aantal deeltjes op tijdstip TS0 weet ik wel. Namelijk, kijk, dat was die 20 keer 10 tot de macht 34 deeltjes. En dan kun je dus de activiteit berekenen op tijdstip TS0, want ik weet nu N0, oftewel de activiteit op tijdstip 0, dan vul ik dus die formule in. Ja, halveringstijd was een halve seconde en voor N0 vul ik dus die 20 keer 10 tot de macht 34 in. Nou, eventjes die ln2, de natuurlijke logaritme van 2. Hoe doe je dat? Nou, pak weer eventjes rekenmachine. Ja, deze. En dan zie je dat daar de knop ln zit, hè, onder de knop log die we eerder hebben gebruikt. En je kunt puur gewoon die knop gebruiken om ln2 te berekenen. Net zoals je bijvoorbeeld met de wortel doet of wat dan ook, of kwadraat. Ja, je hebt hier de knop natuurlijke logaritme. Die gebruik je dus om dit uit te rekenen. Als je dit allemaal keurig uitrekent, kom je op 2,77 keer 10 tot de macht 35 becquerel. Dat is dus de activiteit op tijdstip t is 0. Dan pak je dus deze formule voor activiteit op een tijdstip. Voor t vul je 1 in. A0 weet ik dus nu, dus die kun je gewoon invullen. En dan komt er tenslotte uit 6,9 keer 10 tot de macht 34 becquerel. En jawel hoor. Gelukkig, het komt netjes overeen met wat we eerder bepaald hebben. Dus wat dat betreft is het weer een meevaller. Hoewel, ik had het eigenlijk verwacht hoor. Ten slotte nog een voorbeeld van een opgave die regelmatig terugkomt. De opgave komt zo meteen eerst wel. Eerst even dit stukje doorlezen. Ja, hier staan dus alle gegevens in die je straks nodig hebt. Polonium 210, daadwerkelijk gebruikt door de Russische geheime dienst in Londen. En de vraag is nu, hoeveel milligram polonium 210 is er in het potje gedaan? En nogmaals, dit wordt regelmatig gevraagd op examenopgaves, hoeveel gram bevat dit of hoeveel microgram bevat dat? En wat je dan nodig hebt, zijn pure gegevens uit het stukje, dan kun je de context weghalen. Dus, wat zijn de gegevens hier? Nou, het eerste is natuurlijk de stof die wordt gebruikt. Dus, polonium 210. Als je de stof opschrijft, pak je natuurlijk meteen ook BINAS. Want
daarin staat de halveringstijd. Halveringstijd is 138 dagen. Die halveringstijd die komt straks wel voor, hè, in die diverse formules. Dus 138 dagen schrijf je eventjes op. En in het hele stukje is nog één gegeven, namelijk de activiteit. De activiteit is 9,74 megabecquerel. En de vraag is hoeveel milligram, maar eigenlijk is dus de vraag hoeveel atoomkernen zijn er aanwezig. Want als ik het aantal atoomkernen weet, dan kan ik de massa wel berekenen door het aantal atoomkernen maal de massa van één kern te doen. En dan is van één kern, dat kan ik wel weer opzoeken. Kortom, de hele opgave is deze opgave. Nou, hoeveel atoomkernen aanwezig? Dus ik moet hebben die hoofdletter N. En dan heb ik dus deze weer, hè. Activiteit was gegeven. En die kun je berekenen met natuurlijk logaritme van 2. Kun je op je rekenmachine doen. Halveringstijd heb je. En N die wordt gevraagd. Dus je berekent N, dus even herschrijven van de formule op deze manier. En dan invullen. Let op met het invullen dat je voor halveringstijd het in secondes moet doen. Dus 138 dagen omrekenen secondes. En dan kom je op zoveel atoomkernen. 1,66 keer 10 tot de macht 14 atoomkernen. Nou, massa is dan 1,66 keer 10 tot de macht 14 keer 210. Die 210, dat was de atoommassa van polonium. Kijk, polonium 210. Dus één kern heeft een massa van 210 U. Geen gram, kilogram, milligram, nee, zoveel U. U, atomaire massa-eenheid. Oftewel, je pakt weer binas. Nou, is goed, dus ligt je nog naast je. En tabel 7b, daar staat wat 1 U is, hoeveel kilogram dat is. Dus op die manier kun je het omrekenen naar kilogram. En dan krijg je dus zoveel kilogram. En let op, laatste stap, omrekenen naar milligram. Van kilogram naar gram is delen door 1000. En daarna moet je nog naar milligram. Dus het is 2 keer delen door 1000. En dan kom je tenslotte op 5,78 keer 10 tot de macht min 5 milligram. Dat is niet veel. We sluiten af met een lekker voorbeeldje. Ja, je hebt een taart, maar je moet er snel bij wezen. Want ja, voor je het weet, iedere keer ben je de helft kwijt. En snel nou, want anders is hij op. En dat is deze presentatie ook. Bedankt voor het horen en wellicht tot horens.